Nieuwe periode. Toetsperiode 4. Nieuwe periode, nieuw onderwerp. Maar vooral totaal anders. Oh man, we zijn gewoon helemaal in een andere wereld beland. Ineens, alsof je wakker wordt in een gekke film. Ja, dus school dicht, jij thuis, ik weet ik veel hier, kantoor. 'S Avonds, donker, zoals je ziet. En ik geef jou nu les, terwijl je er niet bent. Nou, het gaat anders, periode 4. Ik hoop wel dat het boeiend wordt, dat het interessant wordt, dat het anders zeven wennen. Ik hoop dat we heel veel lol gaan beleven. Heel veel gaat veranderen. Eén ding verandert zeker niet. En dat is buiten dat ik ook niet heel veel anders ben. Dus dat we het Code Panta natuurlijk gebruiken. Code Panta. Alles wat jij nodig hebt voor deze periode. Vind je in Code Panta, in de cursus TP4, waar jij aan toegevoegd bent als leerling. Houd het in de gaten. Hou in de gaten wat er elke week gepland staat. En dan zou het goed moeten komen. Hè? Week 1, week 2, enzovoort. Hou dat in de gaten. Dus je krijgt een kant-en-klare planning van mij. Hou je aan die planning? Klaar. Hopsakee. Ja, wat heel erg verandert, daar ben ik weer even, dat is het rooster. Het rooster, het oude rooster, is komen te vervallen. Ik was eerst de voorstander van om het oude rooster aan te houden. Ik denk gewoon, heb je 2 uur, 3 uur in de week, heb je informatica. En ik gewoon die uren kom ik gewoon online en ik hou mijn praatje en jullie reageren. En we hebben toch een soort klasse idee. Daar kom ik van terug. Waarom? Omdat ik dat niet kan opbrengen. Dat is toch te vermoeiend. En dat niet alleen. De school zelf heeft ook besloten dat het niet op deze manier niet gaan lesgeven. Ze willen dat alle docenten op dezelfde manier, dezelfde planning, een beetje les gaan geven. En het resultaat is dat ik maar 1 uur in de week, gepland volgens rooster, lesgeef aan jou wat betreft informatica. 1 uur in de week. Dat is te weinig. We houden ons wel aan het PTA. Daarin verander ik niks, oftewel PTA blijft bestaan. De toetsing, dus de praktische opdracht die je gaat maken. Je krijgt een toets aan het einde van deze periode. Je krijgt dezelfde lesstof te behandelen, door te slikken. Maar dus alles in 1 uur in de week. Maar dat betekent 1 uur online les in de week. Die andere uren, die andere weet ik veel hoeveel uur, 40 uur in de week, ben ik gewoon aanwezig, ja, leef ik. Dus ik... Het is de bedoeling dat je daarbuiten gewoon contact met me houdt en ik raad aan, ik adviseer, ik vraag jullie, doe dat vooral en alleen via Teams. Ik denk, als we één kanaal tot communicatie kiezen, dan laat het dan Teams zijn. Magister mag, e-mail mag, Teams, beter. Gewoon alles onder één dak. Ja, dan kan ik vanuit Teams makkelijk ook weer contact leggen met jullie, kunnen we onze screen met elkaar delen. En toch een soort van overlegmomenten creëren buiten de online lessen. De online lessen die vinden plaats of via livestream van YouTube, of een video, of een opdracht via Code Panta, of via Teams. Ja? En voornamelijk centraal zal toch dat Teams overleg staan. Oké, tot zover. Woliebolies, ik vind het eigenlijk best wel spannend ook. Kijk, als het goed is, ben ik nu live, als je dit ziet. Of je ziet deze video als replay, dus niet meer live. Ik ben op dit moment live. Tenminste, ik maak deze video om uiteindelijk te gebruiken in een livestream in YouTube. Waar gaat het over? Het gaat over de lessen informatica voor het voortgezet onderwijs. Zoals we dat de komende weken, en ik naar mijn verwachting tot aan de zomervakantie, zeker nog gaan doen. En wie weet vinden we een ritme, vinden we een methode, vinden we een manier van werken die ons allemaal bevalt. En ga ik hier na de zomervakantie tot in 2021, toch in de verre toekomst, gebruik ik deze technieken en methoden om verder ook op deze manier les te geven. Dit is dus nog steeds allemaal een beetje experimentele fase. Aan de andere kant, er zijn een aantal dingen die gewoon zijn zoals ze zijn bij mij. Hè? Lessen, alles, opdrachten, uitdagingen, toetsen, wat je moet doen, dat vind je in codepanta.nl. En daar gaan we dus dan ook als eerste even naartoe. Dit is dus
Les 1, coronatijdperk. Oké, daar gaan we dan. Hoppakee. Code Panta, dat kennen we allemaal. En als het goed is kun je daar eventjes nu naartoe. Ga daar naartoe, codepanta.nl. En dan ga je op zoek naar de cursus. En die heet TP4. En er zijn TP4 en bij mij verschillende. Ik ben ingelogd als leerling Jorna. Ik ga even naar TP van HAVO 4, die staat bovenaan. TP4, en dan zie je dat de cursus gaat over PHP programmeren. Oké, daar gaat het over hebben deze keer. We gaan van boven naar beneden. Vrij logisch, zo lezen we een boek, van boven naar beneden. Zo lezen we deze cursus, van boven naar beneden. En zoals je ziet, als je een beetje naar beneden scrolt, ik heb voor jou al een planning gemaakt. Oftewel, je ziet in de week, deze week, van 6 tot 12 april, zijn een aantal dingen die je verwacht wordt te doen, te luisteren, te zien, in te sturen. En de opdracht is om jou om dat ook echt te doen. Doe dat. Hou die planning aan, zoals ik die hier neerzet. Ik ga beoordelen volgens die planning. Je krijgt feedback en uiteindelijk kun je eigen voortgang bijhouden en ik kan jouw voortgang bijhouden. En we kunnen met elkaar in overleg als dingen niet duidelijk zijn, dat ik niet straks vragen krijg over opdrachten die 4 weken geleden ingeleverd hadden moeten worden. Dus alsjeblieft zou ik zeggen, zeker nu, hou dit bij. Vanaf je huis, waar je lekker opgesloten zit, hou dit bij. Nou, we zitten nu in de week dus van 6 april, maar ik ga nog even naar boven. We gaan van boven naar beneden en daarboven staat ook iets. En boven staat als eerste het PTA Informatica. Dus mocht je in V4 zitten, dat kan namelijk ook. Dan heb je ook dezelfde opbouw van de cursus, zie je dan. En dan heb je hier het PTA Informatica. Nou, mee wachten, wordt al geladen. Dat wordt van opgehaald van Google Drive. Hier rechts, hier heb je een knopje verberg blokken. Dat kan wel eens handig zijn. Dan krijg je die hele zijkant. Die schuift dan weg en dan kun je meer zien. Nou, nu staat hier niet veel meer. Dus ik zet toch wel even op showblocks. Ja? Oké, dus hier zie je het PTA Informatica. Loop daar doorheen eventueel, wanneer je wil. Dan heb je het gewoon bij de hand. Nou, voor deze keer, om te kijken, we zitten dus, dit is de PTA van HAVO 4. Dus ja, mocht je een andere cursus hebben, dan heb je natuurlijk een ander PTA. Houd er in de gaten over welk cohort het gaat. Het gaat dus over deze jaargang wat we hier zien. En dan zien we dat we in 4 HAVO, vierde periode, gaat over vaardigheden van programmeren in PHP en MySQL. We hebben het over datastructuren en grammatica's. Nou, dat is nog een heel verhaal. En dan heb je ook nog een PO in die periode. Je moet een PHP webapplicatie ga je maken. Er staat een deadline van 1 juni. Nou, dan ga ik direct al wel weer zeggen. Dat wordt waarschijnlijk later. Wegen deze corona-verhalen. Ja? Je hebt ook een toets. Vierde periode heb je dus een toets. En die ga je ook krijgen. En daar gaan we nog wel even wat over zeggen. Hoe we dat dan gaan doen. Ik ga even terug naar de voorpagina van onze cursus. Het tweede wat we hier zien is het overzicht van kennen en kunnen voor de periode, toetsperiode 4. En er staat achter toets 70% vraagteken. Ja, dus hoe gaan we doen? Hoe zwaar gaat die toets meetellen? En ik heb nog verschillende mogelijkheden waar ik over zit na te denken. En ik ben je eerlijk, ik weet het nog niet. Ik ga er even in beeld. Zo, is wat gezelliger. Kijk, wat betreft toets, we moeten er natuurlijk over nadenken. Ik kan wel zeggen, ik kan je thuis die toets laten doen vanuit Code Panta. Dat is, zijn wel redelijk mogelijkheden voor, dat ik nog in de gaten kan houden, dat je niet andere dingen bekijkt enzovoort. Of misschien juist wel, dat je een keer een toets maakt waarbij je wel allerlei dingen mag gaan gebruiken. Is ook zeker wel goed te organiseren. Dus misschien gaan we dus gewoon een toets doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog Code Panta zelf. En in Code Panta zitten allerlei opdrachten en er zitten ook toetsen en testen in. Dus als je kunt natuurlijk ook op zo'n manier gaan doen, dat je door de hele periode heen als toetsperiode ziet, deze 8 weken, waarin je dus getoetst wordt op kennis die je voor die week moet hebben. En ik vind dat niet zo'n gekke optie, zodat we dan ook dus de stress aan het eind van een toetsweek, vlak voor de zomervakantie, toetsweek, dat we die stress wat afhalen. En zeker in dit coronatijdperk heb je natuurlijk helemaal geen behoefte aan nog meer stress en zo. Er wordt al genoeg stress aangepraat.
via de media. Dus ik sta open voor overleg met jullie, met mijn collega's. Ik ben al aan het nadenken. Ga ik misschien die toets aan het eind van de periode, ga ik die helemaal uitsmeren over deze weken? Ga even kijken hoe jullie de cursus oppakken, hoe jullie in de flow komen. En misschien is dat wel een goede optie. Ik ga even terug naar waar we waren. Zo. Ja. Daaronder. Dus ja, goed, die overzicht kennen en kunnen, is natuurlijk wel even handig om daarop te gaan klikken. Want het is dus sowieso niet iets wat je er alleen bij moet gaan pakken op het moment dat jij een toets zou krijgen. Het is ook daarin een planning die een beetje aangeeft. Ik kan wat zoomen. Ja. Een planning die aangeeft wat je zo gedaan moet hebben elke week. Dus daar zie je vinkjes voor staan. Een deel mag je zelf afvinken. Een deel wordt afgevinkt doordat je opdrachten inlevert en beoordeeld wordt. En dan heb je meer dan 7 of meer en dan wordt het afgevinkt. Ja, dus een hele lijst dingen die we gaan doen. Nou is het een checklist die is heel erg uitgebreid zoals je ziet. Loop maar even een tijdje door. Maar daar ga ik nog wel aan zitten knutselen. Ja, omdat ik, we gaan elke periode kijken wat past bij welke groep. Maar je hebt nu alvast een overzicht. En per week gaan we het aanpassen. Oké, dat staat dus bovenaan in de cursus. Ik ga er heen terug naar de cursus. Zo. Dan komen we hier weer uit. En dan zien we van dat we daar ook nog een complete samenvatting hebben. Van de cursus inleiding programmeren. Dus het is deze cursus. Dat is het PDF document. Ik heb er even doorheen gelopen. Het is een document wat ik gebruikt heb op de andere school. In het Neil Hill College in Brabant. Dus dat ga ik zeker nog voor jullie een beetje aanpassen, maar ik vond hem al redelijk compleet. Dus je krijgt zeker, neem het even door deze week, bekijk het even, dan weet je ongeveer hoe het eruit gaat zien. Dan kom ik bij de week van 6 april. Week van 6 april. En dan staat als eerste 2 vragen. Luister naar deze podcast en geef antwoord op de vragen. Podcast. Dit is mijn eerste podcast die ik in mijn leven heb gemaakt. Is dat op Spotify? Nou, Spotify, daar kun je dan ook andere podcasts van me vinden de komende tijd, verwacht ik. Maar ik zet er soms iets in als ik denk, dit is belangrijk voor deze les. Deze podcast die duurt 4 minuten, 4,5 minuut. Oh, dat kun je niet zien. Zo. 4,5 minuut. De bedoeling is dat je die even luistert. Dat je daar vervolgens antwoord geeft op 2 vragen. Dus dan moet je klikken hierop. En dat kan je ook doen voordat je luistert. Dus zeg van, ik ben klaar om deze test te gaan doen. Je mag hem 1 keer doen. Nee, dan is het toch wel handig dat je dus eerst die podcast geluisterd hebt. Hè? Dus kun je boven klikken even naar de opdracht zelf. Oh, dan kom ik hier weer uit. Dus ik klik op de week zelf. Zo, dan kom ik bij die podcast. Dan is het even handig om dat te gaan luisteren. Dus ik wil even testen of het allemaal wel werkt. Dus ik klik op de play-button. Ik hoor muziekje en het werkt helemaal goed. En ik ga ook hele zinnige dingen zeggen straks. Let maar op. Beste leerlingen. Ja, beste leerlingen. Ja, dat is voor jullie. Ja, dus die luister je even af. Kun je zo vaak luisteren als je wil natuurlijk. En is de bedoeling dat je dan die 2 vragen beantwoordt, dat je daar even op klikt. En dat zoiets stelt gewoon mee. Dit krijg je gewoon een cijfer voor. En dan wordt het in de checklist al dan niet afgevinkt. En het uiteindelijke cijfer telt er mee in je Code Panther cijfer. Dan komen we bij het volgende. Dan gaan we meer op de inhoud in. Het stroomdiagram, inleiding programmeren. Oké, we gaan het filmpje zo even aanzetten. Dus, ik ben natuurlijk ingezoomd. Even uitzoomen. Aha. Ja, dus dat filmpje ga ik zo aanzetten. Dat is een filmpje wat ik op YouTube al heb gezet vorig jaar. Op het kanaal Informatica Voortgezet Onderwijs. Zorg dat je erop geabonneerd bent. Zodat ik meer abonnees heb natuurlijk vooral. Maar ook zodat je op de hoogte blijft van de inhoud van de cursus. Die publiceer ik dus op YouTube. Zoals deze video, die wordt ook op YouTube gepubliceerd onder dat kanaal. Dus dit videootje. Dat gaan we nu kijken. Dus ik zet dit
video's wat al op YouTube staat, zet ik even in deze livestream en dan zie ik het even terug naar deze video. Tot zo! Dag, deze video is onderdeel van de cursus programmeren of inleiding programmeren. En we gaan nu bezig met een thema stroomdiagrammen, waar ik niet heel erg op inzoom, maar eventjes heel kort aandacht aan voor wil vragen. Een stroomdiagram geeft aan wat er gebeurt in jouw programma wat je gaat schrijven. Wat gebeurt er als je ergens op klikt? Wat is dan het resultaat? Het kan ook aangeven het proces dat gegevens doorloopt in jouw programma. Je stopt er iets in, er gebeurt iets mee, er komt iets uit. En voor dat laatste ga ik een algemeen mini-stroomdiagram tekenen om je aan te geven waar je op moet letten bij programmeren, welke stappen je moet doorlopen. Nou, bij elk programma, bij elke software, bij alles wat je gaat programmeren, heb je te maken met input. Oftewel, er moet iets in jouw programma gestopt worden en dat zijn gegevens. Dat kunnen verschillende soorten gegevens zijn. Kan bijvoorbeeld een gebruiker kan een formulier invullen en zijn contactgegevens, een vraag insturen. En dat gaat uiteindelijk de app in. Of zijn locatiegegevens wordt afgelezen waar die zich bevindt. Het kan allerlei sensoren zijn, van de temperatuur, van de windsnelheid, kan van alles zijn. Gegevens die worden in een applicatie gestopt. En uiteindelijk gaat het erom dat die applicatie gebruikt wordt. En dit kan alleen als er ook output is. Dat is dus wat teruggegeven wordt wat aan de gebruiker van onze app die wij programmeren. Dus we stoppen er iets in en er komt iets uit. Mocht hier tussendoor niks gebeuren, dat betekent dat we niks geprogrammeerd hebben. Wat erin komt, komt op dezelfde manier weer uit. Nou, hadden we dus niet hoeven doen. Oftewel, hier binnen gebeurt ook wat. En dat proces van wat hier gebeurt, dat noemen we de verwerking. Nou, dan hebben we de drie stappen ontdekt. Je stopt iets erin, dat wordt verwerkt en er komt weer iets uit. Om dat verwerken makkelijk te maken en eigenlijk mogelijk te maken, hebben we nog een vierde aspect nodig. En dat noemen we de opslag. En dat kan je ook geheugen noemen. Nou, let op. Hier ga ik twee pijltjes bij zetten. Input, gegevens, die worden verwerkt. Uiteindelijk, in die verwerking kan het betekenen dat ze gestuurd worden naar onze opslag. Het verwerken is dus eigenlijk opslaan. Het wordt opgeslagen of wordt klaargemaakt om op te kunnen slaan. Het komt ergens terecht in een database, in een werkgeheugen. En wordt uiteindelijk weer teruggegeven. En uiteindelijk kan het eventueel opnieuw verwerkt worden om uiteindelijk beschikbaar gemaakt te worden aan de gebruiker. En zo zien alle applicaties eruit, ook die van jou. Kijk, laten we eens eventjes een bekende nemen, bijvoorbeeld YouTube. YouTube, waar dit filmpje op terecht moet komen straks. YouTube, je stopt er iets in. Nou, vrij logisch, wat stop je erin? Ik ga deze video uploaden. Dat is dus mijn input, is een videobestand. Dat is niet het enige, want ik ga ook een beschrijving erin zetten. Dus dat is tekstbestand, formuliertje vul ik in. Dat gaat er ook in. YouTube kan eventueel je locatie aflezen, dan gaat het er ook in. Dat komt allemaal bij elkaar en dat wordt verwerkt. Uiteindelijk komen die gegevens bij elkaar binnen één video op plek waar mensen, waar alle gegevens bij elkaar komen. Het wordt verwerkt, het wordt ook opgeslagen. Dus het videobestand wordt als eerste verwerkt voor een YouTube prettig bestand. YouTube zet het om in kwaliteit, het comprimeert het. Uiteindelijk komt het in de opslag terecht en daar in het geheugen. En aan de andere kant de output. Ja, we willen op een gegeven moment dat jullie dit videootje lezen. Hier zit jij met je apparaat en dat videootje wil je eventjes bekijken. En dan wordt het uit het geheugen opgehaald en wordt opnieuw verwerkt. Uiteindelijk om klaar te maken om af te spelen wat het verwerkt. In een player krijg je het weer terug. Je krijgt het anders terug dan ik het erin heb gestopt. Misschien lijkt het hetzelfde, maar dat is het niet. Het is een ander bestand, het zijn andere gegevens, het zijn gecombineerde gegevens. En die krijg jij terug binnen één player van YouTube. Nou, dat is eventjes kort. Stroomdiagram,
inleiding programmeren. Was het duidelijk? He? Heb je de opdracht al gemaakt? Zo niet, dan doe die van de week. Dus deze week, in de week van 6 april, doe je deze opdracht. En de opdracht is dat je dus een basisstroomdiagram maakt die geldt voor elke applicatie, elk stukje software dat er bestaat. En deze periode ga je bouwen aan een app, aan een stukje software, aan, met de programmeertaal PHP. Nou, dus daarvoor geldt ook dat stroomdiagram. Dat je input hebt, dat de input kan worden verwerkt via jouw programmeertaal. Dat die via die programmeertaal ook de verwerking toegevoegd kan worden aan de opslag. Of de input direct opgeslagen wordt in de opslag. Dat dat geplaatst kan worden in het tijdelijk geheugen of in het langdurig geheugen. En dat het eigenlijk weer teruggegeven kan worden om verwerkt te worden, zodat het ook output genereert. Nou, dat stroomdiagram moet je even in je hoofd hebben, moet je dus even maken in die opdracht. En uiteindelijk, nu, vanaf nu, as we speak, ga je daarmee programmeren. Ga je zoiets bouwen in de taal PHP. Nou, daarvoor heb ik dus opdrachten weer klaargezet. En wees, don't be afraid, je krijgt van mij heel veel uitleg over PHP. Maar, ik begin even, maak het mezelf weer makkelijk. En jullie misschien ook wel. Even inzoomen weer, zo. Ik stuur jullie weer even door naar SolarLearn. Dat kennen jullie. Dan mag je weer even naartoe. Naar solarlearn.com. En uiteindelijk zo. Solarlearn.com. Ik zal ook weer even naartoe gaan. Schrijf je in. Als het goed is ben je daar al ingeschreven. Zorg je dat je ingeschreven bent voor de cursus PHP. Dus doe dat even as we speak. Solarlearn.com. Zo, daar gaan we dan. Ja, nou, inloggen, dat is natuurlijk belangrijk als eerste. Ik zit met mijn Google-account in. Ik ben toch wel redelijk trots op dat ik op plek 48 sta, all-time Nederlands. Nederlands, dat is wel leuk om bij te houden. En ik zou zeggen, ga die uitdaging ook aan. Nou, dan kom je op je dashboard. En denk ik ben dus al met PHP, ik heb hem ook al klaar. Ik heb ook veel XP ooit gekregen. Blijkbaar is op tweede plek met PHP. En het is de bedoeling, jullie moeten dat dus toevoegen aan je cursussen. Dan kun je dus hier linksboven. Daar. Links naar cursussen gaan. Dat is een manier en dan ga je op zoek naar PHP, daar is die, moet je erop klikken. En dan kun je hem zeggen van, je gaat hem dan leren via het web, dus learn on web. Daar moet je dan op klikken en dan kun je dat toevoegen aan je cursus. Dat is een manier om dat te doen. Ja, zorg dat je dus toevoegt aan de cursus waar je mee doet. Nou, als je dan zegt van learn on web, daar klik ik nu even op. En dan begint de cursus. Voor jou. Nou, ik heb hem allemaal afgerond, dus bij mij is alles groen. En nou, mocht je dus iets hebben afgerond met groen, anders is het volgens mij blauw. Dat kan ik dus niet controleren. Als je naar beneden scrollt, het is een hele uitgebreide cursus. Zoals je ziet, krijg je een mooi certificaat. Vrij uitgewerkt is deze PHP-cursus. En het is een van de weinige op internet op deze manier zo uitgebreid PHP, een beetje spelmanier, kan volgen. Codecademy had die en hebben ze het niet meer. Sowieso niet gratis meer. Ja, ik begin met een uitleg van PHP. Dus zet dit open, zodat je hier bent natuurlijk. Nogmaals, geen paniek als je het even niet kan volgen. Neem je op wat je wel kan volgen. Probeer mee te doen, zover het gaat. En anders heb je straks deze video in de replay, kun je die alsnog terugzien en dan kun je hem even op pauze zetten. Ik klik op de bovenste, Basic Syntax, PHP. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Nou, dan ga ik dus naar de Introduction to PHP. En dan krijg je een bla bla verhaal. En dan, dat mag je helemaal lezen zo. Ik ga er eventjes snel doorheen. Haal mijn muisje weg.
Hier staat dan de definitie van PHP. Ik ga wel even zoomen. Zo, de definitie van PHP. De definitie van PHP is PHP. Of de afkorting staat voor PHP. Hypertext Preprocessor. Dus die P die staat voor PHP. En die PHP. Ja, ik weet niet of er ergens in de wereld zo'n vage afkorting bestaat. Dus de afkorting van PHP betekent PHP. Hypertext Preprocessor. Oké, even daar beter toch wel over naar kijken. Hypertext Preprocessor van het laatste. Er wordt iets geproduceerd. Er is een proces gaande, maar er is ook een preproces. Iets voor dat proces gebeurt er iets. Nou, programmeren is inderdaad een proces, waarbij je dus hebben gezien via het stroomdiagram een proces van input, verwerking, output. Dat is het hele proces. En PHP, die functie van PHP is eigenlijk dat je het voorbereidt, het proces. Oftewel, jij voert iets in via de code, via je toetsenbord. En uiteindelijk die code, dat script, die taal, dat stukje script wat je schrijft, dat wordt gestuurd naar een PHP script. Ja? En dat script vertaalt het naar output. Ja? Dus de wijze waarop PHP werkt is eigenlijk zoals elke app werkt. Je hebt input, je hebt verwerking en output. En die verwerking, dat is processing, die processing, dat gebeurt door een PHP-script, wat je geïnstalleerd moet hebben op een server. Dat staat hier ook hier. Daarmee is het een server-side language. Oftewel, de taal wordt geïnterpreteerd door een script, wat geïnstalleerd staat op een server. Dus als je de uitkomst wil weten van de code die je schrijft, dan moet je code sturen naar een server en dan krijg je de uitleg terug via PHP-script. Nou, er zijn natuurlijk allerlei versies van zo'n script. We zitten nou volgens mij in versie 7.4. Dat heeft te maken met de veiligheid en uitbreiding van zo'n script. Ik ga even verder. Nou, dan staat nog even iets terug. Vond ik ook wel aardig nog, dat wordt genoemd. PHP, hieronder staat het. PHP krijgt sowieso veel kritiek, omdat het natuurlijk een hele oude, eigenlijk een van de, ja, een hele oude programmeertaal is, al heel veel gebruikt wordt. Maar bijna 90% van alle webapplicaties zijn gebouwd met PHP. Dus uiteindelijk, bijvoorbeeld wat is het WordPress, hoeveel is het ook alweer? 35% van alle websites ter wereld zijn gebouwd met WordPress. Die zijn dus ook gebouwd met PHP. Facebook, gebouwd, gebaseerd op de programmeertaal PHP. Dus en zo zijn dus bij 90% van al die websites en applicaties die je ziet, zijn met PHP gebouwd. Nou, dan gaan we naar de eerste vraag. Dus als je dan doorklikt, dan kom je bij een vraag. Dus PHP, dat is dat een markup language? Nee, want dat was HTML, hè? Die geeft een label aan tekst, een hypertext markup language, HTML. Het is dus een server-side programming language, programmeertaal, die via de server een uitleg krijgt. Zo. Nou, dan mag je hem klikken en dan klikken we op dat vinkje rechtsonder. Oh, waar is die? Ja, ik moet hem even zoeken zo. Klik op dat vinkje en dan zegt hij ting. En als het goed is, is het goed. Oké, correct, zegt hij. Hartstikke mooi. Nou, dan gaan we verder. Hier zie je onder trouwens commentaar staan. Dat zie je ook als je het fout klikt. En soms is het handig om dan even daarop te klikken op dat commentaar. En dan zie je in ieder geval handige uitleg voor mensen. En het is heel erg uitgebreid. Het is allemaal in het Engels en zo. Maar niet verboden om daar eens naar te kijken. Ja? En je verliest er uiteindelijk ook geen XP voor. Want dan gaat het eigenlijk om dat we XP verdienen door ze cursus af te maken. Ja? Kijk, ik heb hierboven, wat heb ik? 2401 XP op dit moment. En de bedoeling is dat jullie deze week door deze cursus te lopen, dat je 50 XP haalt. Nou, dat heb je in 10 minuten, kun je dat hebben volgens mij. Dus dat is niet heel erg hoog gegrepen. Dan krijg je weer een uitleg over wat PHP is. Verder, het is open source, het is gratis, static, free. Het is vooral open source, dus je hoeft daar niet voor te betalen, maar de code is ook toegankelijk. En het is ook op allerlei platformen. Kan het worden uitgevoerd. Dat heeft natuurlijk te maken waarom het zo populair is. Nou, can run on Linux, yes dus. Zo, ja, oké, uitje. Zo, ja, allemaal weer goed. En we gaan dus snel verder. En dan heb je al het eerste blokje hier, de introductie, heb je afgerond. En dan komen we naar PHP tags.
Nou, dat PHP tags is een gekke uitdrukking. De vraag is er zelfs van, gebruikt PHP wel tags? Ja, gebruikt tags, maar dat is er eigenlijk maar één. Dus HTML gebruikt tags. Dus wat we hier zien, is eigenlijk een HTML tag. Nou, het is een PHP tag. En die tag, die gebruik je dus in je HTML document, zodat dat tussenin PHP code kan komen te staan. Dus daarmee zie je al direct dat PHP en HTML prima samengaan. Dus PHP is programmeertaal die je kan plaatsen in HTML. En dat is ook een reden dat PHP heel erg populair is. Het web is gebouwd, de basis is HTML. Daar is later CSS en JavaScript bijgekomen. En daarin past dus PHP prima. Dan kun je dus een soort functionaliteit toevoegen aan je statische webpagina. Dat betekent eigenlijk dat je een statische webpagina kan ombouwen naar een dynamische website. Nou, daar gaan we enigszins mee bezig, deze periode, maar ook volgend jaar. Nou, dan krijg je een stukje voorbeeld van hoe dat er dan dus uitziet. Hier zie je de HTML tags en ik hoop echt dat dit herkenbaar is. En dan zie je daar de body tag, hè? Daar in de body komt alles wat zichtbaar is voor de gebruiker. En daar in die body zetten wij ook onze PHP. Nou is het niet verplicht om dat daar te zetten. PHP mag je zelfs buiten je HTML zetten. Mag het ook helemaal onderaan je body zetten. Maar in hetzelfde HTML document. Dat kan allemaal, want PHP is een op zichzelf staande programmeertaal. Het hoeft niet in de HTML tags te staan. Ja? Oké. Okay. Dan heb je hier ook nog de button Try It Yourself. Dat is wel aardig, omdat ze nou eens te klikken. Dan wordt er een nieuwe tab geopend. En dan krijg je een soort editor te zien. Nou, niet een soort, maar je krijgt een editor te zien. Kijk, je kunt mij zo ook zien in het scherm, wat grappig. En nou, dan zie je dus een editor. En dan zie je hier de code die we net zagen. En dan zien we hier PHP, stukje PHP. En dan staat er een Echo Hello World. En hier zie je niks. Er staat object, object. Slaat nergens op. Dat komt omdat we eerst op run moeten klikken. En dat vind je helemaal onder. Ja? Dus als je daarop klikt. Run. Dan wordt de programmeertaal hier. De PHP die je hier ziet. Die wordt uiteindelijk hier rechts uitgevoerd. En dan zie je dat die PHP, output van deze PHP, die is dus Hello World. Ja? Nou, dit betekent dat onze code hier, die is naar een server gestuurd. Dit was de input, wat verwerkt op de server. En dit is de output. Oké, laat het maar even zo. Ja, ik ga nu terug naar de tab waar we waren, onze tutorial. Zo, dan komen we dus bij deze try it yourself, had ik op geklikt. Dat doe ik nou niet, ik ga nu verder. En dan moet ik voor naar beneden. Zo, dan krijg ik de volgende vraag te zien. Fill in the correct character. Nou, wat komt hier nou te staan? He? Daar komt dus een vraagteken te staan. Dus de tag begint, oh, ik heb hem al op het toetsenbord, begint dus met een vraagteken. Nou ja, dat is het. En hier zie je dus de commentaren nog niet. Dus zolang je nog niet wat invult, zie je de commentaren niet. Als je het fout invult wel. Hier zou ik niet op klikken. Hint. Dan krijg je wel een hint, maar dan ben je XP kwijt. Wat gaat er vanaf? Je kunt de vraag ook unlocken. Dan gaat de XP er helemaal af. En dan krijg je dus het antwoord gewoon te zien. Je kunt vragen en antwoorden kun je wel heen trouwens. Zonder iets kwijt te raken. En dan kijken we eventjes wat hij dan doet. Hij opent een nieuwe tab bij mij. En dat duurt nogal lang. Daarmee al minder interessant. Ik laat hem even lopen. Ondertussen nog even het volgende. We zijn nu bezig in de browser. Als het goed is, ben jij nu ook bezig in de browser. Dit is ook een app op je mobiele telefoon. Of nou iPhone is of Android. Installeer die app. Doe dat. Zet die op je telefoon, op je iPhone of je Android. Daarmee is het gewoon makkelijk om deze quizzen en deze cursus te volgen op je telefoon, waar je ook bent. Dat niet alleen. Het is ook makkelijk om via die app met elkaar in contact te zijn. En dat kan via het web. Deze versie kan dat niet. En via die app op je telefoon, als je het leuk vindt,
kun je dus ook in de gaten houden wat voor ranking, wat voor positie je hebt ten opzichte van anderen. En je kan meedoen via de telefoon-app, kun je meedoen aan challenges. Dus dan kun je anderen uitdagen en je kunt zelf meedoen aan een uitdaging. Nou, dan krijg je extra XP's enzovoort. Ondertussen is die question en answer zijn geopend. Nou, dan krijg je dus een hele lijst met vragen en die gaan niet expliciet over wat je op dat moment aan het kijken bent. Dus dat is iets wat ik zelf niet gebruik. Hè, en die commentaren gaan expliciet over die vraag, de questions en answers niet. Nou, vraagteken hebben we ingevuld, we gaan door. Is natuurlijk weer correct, dus hier krijg je commentaren. Die gaan expliciet wel over deze ene vraag. Dan heb je al 119 mensen die hebben iets willen zeggen over deze stukje code wat nog helemaal niks voorstelt. Dan denk je, nou, wat heb je 119 commentaren daar nog op te zeggen? Nou, helemaal niks. 90% helemaal niks. Maar die doen dan belangrijk en die willen meedoen in de discussie en die hopen dan XP's te krijgen. Nou, ja. Oké, dan kan ik verder uitleggen over de syntax van PHP. Hoe werkt dat nou verder? Nou, je kan PHP, we can include PHP in HTML script tag. Dus hier zie je PHP en dat is dan hele, die manier, die kom je vrijwel niet meer tegen. Huh? Je kijkt, hier staat het dus ook, de laatste versie van PHP, die ondersteunt het ook niet meer. Oftewel, dit slaan we helemaal over. Dit verhaal willen we niet eens weten. Zo. Wat is, nou, wat betreft de script tag, wat is juist? Nou, dat hebben we dus net gezien. Script language is PHP. Nou, we moeten wel invullen, anders kunnen we niet verder. Dus gaan we verder. Maar verder mag je het vergeten, wat mij betreft. Dit is wel belangrijk. Dat je dus niet altijd die PHP hoeft te gebruiken. Al gebruikt wel iedereen dat nu. Maar dit is misschien een oud stukje PHP. Kun je dit nog wel eens tegenkomen, dat hij alleen een vraagteken gebruikt. Oké, hartstikke mooi. Nou, dus wat is het meest gebruikte? Dat is dus deze. Ja? Zo gebruik je de PHP-tags, vraagteken, PHP, en daarachter komt dus vraagteken met zo'n afsluitend haakje. En daarbinnen komt de PHP-code. Waarom is dat nou belangrijk? Doordat je die tag eigenlijk rond die code zet, label je dat. Zoals je dat met alle HTML doet, label je dat via tags. Nu label je dat als zijnde PHP. Dus dan weet de browser dat hij eigenlijk niet begrijpt wat er staat, tenzij hij dat naar een server stuurt. Dus dat gaat hij dan ook doen. En als op het moment dat die code bij de server aankomt, dan weet de server via dat PHP-script dat hij bepaalde gedeeltes van die HTML moet gaan vertalen. En dan gaat hij alleen de gedeeltes waar die PHP tags omheen staan, die gaat hij vertalen naar andere output. Oké, dit heb ik dus goed gedaan. En die output, die is dan vervolgens leesbaar voor de browser. En dat is dus HTML, CSS, JavaScript. Dat zijn de drie talen die leesbaar zijn door de browser. En de browser die kan dus geen PHP lezen. Die leest hij niet, kent hij niet. Dan moet hij eerst een uitleg voor vragen. Dat was de tekst. Dan komen we naar de echo. Nog even door. Ik hoop dat je me nog volgt. De echo. De echo is een manier om output te geven. Dus als je echo gebruikt, dan gebruik je niet alleen de echo. Even zoomen. Oh. Nou, zoomen wordt moeilijk. Zo wel. Zo, de echo, let op. Maar je hebt dus ook quotes rond de string die je wil laten zien. Nou, echoot die niet altijd een string. Er zijn twee dingen die je kan echoen. Dat is dan een string of een variabele. Dan kan je ook een functie echoen, maar dat is dan gedefinieerd in een variabele. Nou, komen we later allemaal nog wel op. Ja? Dat noemen ze dus een ingebouwde functie, echo. Nou, ik weet niet of je dat echt wel een functie... Ja, maar goed, het is een functionaliteit. Hij echoot iets, hij is een output. Het is niet de enige output. Je kunt ook print gebruiken, en nog even terug trouwens, want hier zie je dan dubbele quotes staan. En voor die string, je mag ook enkele quotes gebruiken. En in deze fase maakt het niet uit, later maakt het wel uit. Ja? Nou, dan moeten we dus hier krijgen van een stukje teksttype van fill to output high using echo. Nou, we hebben dus eerst moeten we dit even PHP maken en dan gaan we dat dus echoen en dan echoen high. Nou, veel moeilijker. Dus die vragen zijn voor een groot deel
te makkelijk hoor. Dus oké, okay. Maar goed, die theorie moet je in ieder geval meekrijgen. Nou, elke regelcode in PHP moet eindigen met een semicolon, oftewel met een punt komma. En het term semicolon mag je wel even onthouden, punt komma. Elke regel moet je afsluiten met punt komma. En let op, daar ga je nog veel vaker de fout mee in, dat je code niet werkt. Als er een fout zit in PHP-code, wordt dit over het algemeen niet eens uitgevoerd. Dus je hoeft maar één komma, wat ik of fout heb staan, dan werkt het niet. Ja, dus als je ergens een punt komma vergeet, dan krijg je direct een fatal error en dan doe je hele script het niet. Oké, is een error, staat er. Nou, dus dat is dus weer heel flauw. Dan weet je dus dat daar een punt komma moet komen. Zo, nou, weer verder. HTML, en dit is wel heel erg interessant, vind ik. PHP kan je dus plaatsen in HTML via die PHP-tag. Maar in die PHP-tag kun je ook HTML zetten. Dus andersom werkt het ook. Dus het zijn echt twee broers, die HTML en PHP, die prima met elkaar, of twee vrienden, die goed met elkaar weg kunnen. Ja? Dus hier zie je dus dat de tags zitten in de echo, maar die worden dan ook als HTML uitgevoerd en niet als string. Dus het is niet dat je straks in de output ineens die strong tags ziet. Dat kun je dus doen door naar try it yourself te gaan. Je kunt ook zien wat er daaronder staat. Dan zie je dus de try it yourself. Hoppakee, dan zijn we. Ja, dan hebben we de rest moeten klikken beneden op run. Zo, en dan krijgen we erboven de output. En dan hebben we dus de code. En dan is dit. Hoppakee, de output. En dan is dat een beetje dikker geworden. De output. Zo. Die tekst is bot. Dus, hè, dus die HTML wordt netjes uitgevoerd. Al zit die tussen quotes, dus lijkt het gewoon een string te zijn. Hè? Vind ik eigenlijk best wel apart. Maar dat is the way it is. Gaan we even terug. Waar we waren. Ja? Nou, dat is dus goed. Dan gaan we verder. Nou, dan moeten we hier dus een tag even plaatsen. Nogmaals, die vragen zijn soms wat te makkelijk. Het is wel de vraag, wat moet hier dan komen? Dat is een HTML eigenlijk, hè? Dan moet je dus die slash nog even zetten. HTML tags, hè? Waar sluiten ze nou en dan? Zo. Met een slash H1. Dus die moeten we niet vergeten. En die zien we helemaal goed. Dus dat zijn we goed bezig, zeg. Hop, zo. Helemaal perfect. Nou, we gaan door. Hoe ver zijn we nou? We komen nu bij de commentaren. Die heb je in elke programmeertaal. Hebben we in GameMaker hebben we dat ook gezien. Dat het belangrijk is om een commentaar achter te laten in je code. Let erop waarvoor dat bedoeld is. Moet je ook wel even onthouden. Het is bedoeld als eerste voor jezelf. Dat je zelf een uitleg geeft waar je ook alweer mee bezig bent. Zodat je later, als je een hele lap code hebt, dat je snel dingen terug kan vinden. Het werken maakt dat overzichtelijk. Dat is ook belangrijk als je dus samenwerkt met iemand aan de code, die jij werkt een bepaalde code uit, je zet er netjes commentaar boven. En als je die hele lab code aan iemand anders doorstuurt, die begrijpt dan waar je mee bezig bent geweest en die kan er dan mee verder gaan. En dat is een beetje open source programming ook, of als je aan het samenwerken bent. Nou, hoe doe je dat nou? Hoe zet je nou een commentaar in? Nou, hier staat het dus. Een regelcommentaar is dus met twee slashes. Twee. En dan kun je even heel snel van een stukje code een commentaar in de code commentaar plaatsen. Een andere functie van commentaar is trouwens dat je code even non-actief maakt. Als ik hier voor die echo hier ook twee slashes zet, dan is die even niet actief. Wat is daar de functie dan weer van? Waarom zou je dat doen? Nou, als je bijvoorbeeld code aan het testen bent en je denkt, nou ik wil even een aantal bepaalde code testen en een bepaalde code dus niet testen, dan kun je die vast even uitzetten. Je op zoek gaan naar fouten in je code. Waarom werkt deze regel? Zit de fout nou in deze regel of in deze? Dan zet je eerst die uit en daarna die uit en kijken welke een fout genereert. Dus dat is ook een mogelijkheid. Een functie van commentaren. Nou, ga even door. Hoop ik. Ja. Nou ja, de commentaar, dat hebben we net gezien. Hè? Dus deze twee slashes. Maar je hebt nog één mogelijkheid. En dat is dus meerdere regels. En dan gebruik je deze slash. Asterixje. Hier, asterixje. Dan komt bla 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 bla. En dan sluit je af, asterixje. En dan die slash. Ja? Dat is dus handig als je hele complete blokkencode even uit wil zetten.
Dan kun je dus per blok testen. Niet alleen per regel, maar ook per blok. Zo, nou ja, je wil meerdere heel verhaal vertellen, dan kan het ook. Maar dit is eigenlijk vaak, wat vaak gebruikt om blokkencode te testen. Zo doe je dat dus. Dan zal je wel een flauwe vraag over krijgen. We maken hier dus een commentaar van. Nou, we zien dat het dus meerdere regels code zijn. Dus we beginnen met een slash en dan een asterisk en dan eigenlijk een asterisk en een slash. Oh, ik moet een slash doen, een slash. Zo, dat is hem dan. We hebben die alweer gedaan. Nou, we krijgen nog een compliment. We doen het allemaal helemaal goed. En ga alsjeblieft door, zeggen ze precies. Dus, nou, gaan we door. Dan hebben we dus deze gedaan. Dan krijg je uiteindelijk de quiz. En die mag je zelf doen. En ik stop nu mee met dit uit te leggen. Zorg dat je dit deze week gedaan hebt. En dat is niet veel, want in principe heb je dat nu al gedaan. En als je dan daarmee nog geen 50 XP hebt, ik weet het namelijk niet, dan is de bedoeling dat je nog even doorgaat in deze cursus. Dus als je hier straks uit bent, en zo, en dan denk je van, oh, dat kan niet, dan kom je terug bij waar je was. En dan kom je uiteindelijk hier terug en dan gaan we het hebben over variabelen. Dan heb ik dat ook al, ik ga weer terug nu naar CodePanda. Als je terug gaat naar CodePanda, dan zie je dat ik daar ook voor variabelen in deze week heb ik dus een slideshow gezet. Even netjes, zo, even terug. Ja, hier staat hij. En de les is nu al straks zo voorbij, zie ik. Dus de vraag is of ik dat nog helemaal even ga behandelen. En volgens mij hoeft dat niet, want dat kun je zelf doen. Als je op klikt, variabelen, dan krijg je dus een slideshow te zien. En dan kun je even doorheen lopen en dan wordt het thema variabelen in PHP uitgelegd. Ja, ik ga er toch heel snel even nu doorheen, dat ik het toch open heb staan. Variabelen, dat zijn bouwstenen van een programmeertaal, waarmee je dus eigenlijk bouwstenen, die leg je klaar om daarmee te gaan bouwen. Dat doe je door variabelen aan te maken. Dat betekent dat je ze defineert door ze een naam aan te geven. Je geeft een naam aan een variabele en dan krijg je de isgelijk tekentje en dan geef je een waarde aan die variabele. En zo zet je ze klaar om straks te gaan gebruiken in je programmeertaal. De naam van een variabele begint met een dollarteken in PHP. In GameMaker bijvoorbeeld niet, of in Python, maar in PHP wel. JavaScript ook niet. Dus PHP is de enige taal volgens mij waarbij je variabelen definieert door daar een dollarteken voor te zetten. Daarmee zeg je, ik maak een variabele aan en die geef ik een naam aan. Bijvoorbeeld hier speed is de naam van de variabele en dit is de waarde van de variabele. En die staat tussen quotes om aan te geven dat de waarde is een string. Mijn naam is speed. Ja? Dus als ik die variabele straks gebruik in de code, dan krijg je niet die naam van die variabele te zien, maar dan krijg je de waarde van de variabele te zien. Zo werkt dat. Nou, even verder. Het begint dan een naam van de variabele, dus na dat dollarteken, dat begint met een letter of met een underscore, een liggend streepje. Je mag niet beginnen met een nummer of een ander symbool. Dus het enige waar je mee mag beginnen. Je mag wel met een hoofdletter of een kleine letter beginnen, dat maakt dan weer niet uit. Het is wel hoofdlettergevoelig op zich, dus het maakt die zin wel uit, maar het mag wel alle twee, ja? Dus letters, underscores en cijfers bevatten, dus de naam mag wel cijfers in zich hebben, maar er mag er niet mee beginnen. En een naam van een variabele mag weer niet andere tekens hebben dan de underscore, cijfer of letters. Nou, die drie dingen, dit moet je weten, ga je natuurlijk ook gebruiken en daar ga je het ook door onthouden. Dat geldt met elke programmeertaal. Die leer je niet door die uit het hoofd te leren, die leer je om die toe te passen. En dan wordt het je eigen. Dat is net als je Engels leert, je kunt gaan zitten stampen en een jaar later ben je het vergeten. Je Engels leer je pas als je met iemand praat die Engels ook terugpraat. Nou, zo heb ik Kroatisch geleerd. Ik heb geleerd door daar te zijn, de mensen te praten, met de mensen te schrijven. Op een gegeven moment ben je die taalmachtig. Dus dat doe je met deze taal ook. Die pas je toe, die schrijf je, die test je, die toets je en dan uiteindelijk weet je hoe die taal werkt. Nou, een variabele, dus de uitkomst te tonen, gebruik je echo. En dan gebruik je uiteindelijk niet meer quotes. Want als je de variabele gebruikt,
De variabele zelf is niet een string. Misschien is de waarde van de variabele een string, maar je gebruikt in de echo niet de string. Bijvoorbeeld hier zeg je van de variabele Piet heeft als waarde Jan, enkele quotes, en zwarte heeft als variabele de waarde. De variabele zwarte heeft als waarde witte. En dan zegt hij echo tussen dubbele quotes, zegt hij ik ben, want dat is een string. En dan krijg je zwarte Piet. En dus de uitkomst is natuurlijk dan, dat weet jullie wel aan. Oh nee, dat zeg ik niet, nou, dat is natuurlijk heel flauw. Dus kijk, ik ben, en dan is het dus witte Jan, is de uitkomst. He? Dus dan vult hij witte in, zonder quotes, en Jan. He? Dus dit of dit. En dit is nog best wel een verhaal eigenlijk. Hier zie je dus dubbele quotes. Dubbele quotes, en daar komt het verschil. Dubbele quotes voeren, lezen de waarde van de variabele. Enkele quotes lezen de naam van de variabele. Ja, dus als ik de naam van de variabele wil echoen, dan gebruik ik enkele quotes. Maar meestal wil ik de waarde echoen, laten zien, dan gebruik ik dubbele quotes. Of ik gebruik een punt. En het gebruik van die punt, dat noem je concatenate. En concatenate, dat betekent weer zoiets als samenvoegen. Waarbij je twee datatypes aan elkaar lijmt. Let op, we echoen ik ben, dat is een string dubbele quotes. Ja, dat mag ook enkele quotes zijn hier. Want een string mag tussen enkele of dubbele quotes. Maakt het principe niet uit. Daarna krijg ik een punt, dus ik ga iets lijmen, concatenaten. En ik lijm er de waarde van een variabele aan vast. En die variabele zelf, die staat niet tussen quotes. Jawel, hier staat quote. Nee, want dan krijg je eerst een punt. Dus hier sluit je dat lijmen af. En dan krijg je weer een dubbele quote en dan begint er een string. Dat is ook heel gek, want je denkt van, hey, begint er een string? Maar hier is het, dan houdt hij al weer op. Ja, het is een beetje onhandig in deze dia. Maar eigenlijk moet je zien, deze quote, dubbele quote, die komt hier achter. En daartussen staat een soort, staat een spatie. En die spatie, dit is onderdeel van de string. Die wordt nu niet getoond. Ja, die spatie, die ruimte tussen die twee woorden, die wordt wel getoond. Doordat ik quotes gebruik. Dus die quotes, die twee quotes hier, die samen zijn een string. En die stopt dus hier weer en krijg je weer de waarde van de variabele via die punt. Via dat concatenate, via dat lijmen, krijg je de waarde van die variabele, Piet. Ja, als hier nou een kleine letter had gestaan, dan was het, had het een fout opgeleverd, want die variabele Piet met kleine letter, die kent hij niet. Hij kent alleen een variabele Piet met grote letter P, en niet een met kleine letter P, en dan zou je dus ook een undefined variable zou je dan krijgen als error. Ja, hier let je even niet op, want daar helaas zitten we daar niet meer in. Oké. Okay. Gebruiken van een variabele in een functie. Sla ik nu voorlopig even over. Dan mogen jullie eventjes gewoon doorheen lopen. Dat is even op dit moment te ingewikkeld. Dat hoef je voor mij deze week allemaal nog niet op te slaan. Ik ga wel even terug nu naar deze week. Van 6 april. Zijn we weer. Ik zoom wel even uit. Zo. Dan gaan we naar heen. Dan zie je mijn gek hoofd naar beneden. Nou, dan gaan we terug. PEP variabele gehad. En dan zie je dat we één ding hebben overgeslagen. Heb ik min of meer bewust gedaan. Les 1. We zitten dus nu in les 1. En toch heb ik les 1 even overgeslagen. Les 1 is het verhaal van Flowgorithm. En voor Flowgorithm, dat verhaal, ga ik een aparte video maken. En deze... Je bent uitgenodigd om deze week te werken aan les 1 in Flowgorithm. Het programmeren in Flowgorithm is een stukje software waarin je kunt leren te programmeren in het algemeen. En ook iets over PHP zou kunnen leren. En dat laat ik dus zien in een ander videootje. Ik draai even mijn hoofd naar me toe. Jullie hebben geen idee hoeveel werk het voor mij is om zo'n video in elkaar te zetten. Het praten, dat is zo gedaan. Maar omdat die video's bestanden uiteindelijk op een logische manier aan elkaar vast te knopen, het is een hoofdpijn dossier, echt serieus tot nu toe. Dus ik hoop wel dat het voor mij wat makkelijker wordt.
En ik hoop ook dat dit een succes was. Dus deze video, die, we stoppen hier nu mee. Die is in de livestream wat hij gebruikt. Wordt later beschikbaar via de replay in mijn kanaal voor Informatica Voortgezet Onderwijs. Abonneer je wel even. Doe mee. Zet notificaties aan. Blijf op de hoogte en zo blijf in contact met elkaar. Zeg zinnige dingen in die chat vooral. Of in de commentaren onder een video. Dat je op die manier ook met elkaar in contact blijft. Ik wens jullie veel succes. Ik wens jullie vooral veel plezier in deze gekke coronatijd. Dat je lol krijgt, dat we de winst gaat halen, dat je een enorme lol krijgt aan dat vak informatica en dat je mooie dingen gaat maken de komende tijd. Hoop je snel te zien.